Dit jaar gaan de grootste shooters weer eens ouderwets de strijd met elkaar aan. Zo komt deze maand Battlefield 2042 uit, keert Halo terug in december en is de nieuwe Call of Duty ook weer uit. En ik verklap alvast, Call of Duty Vanguard gaat deze blockbusteroorlog niet winnen. Ook al zijn we wel helemaal hooked aan de multiplayer. Oh, there. Isn't that nice? Laten we beginnen met de campagne, die gewoon oké is. Sledgehammer Games heeft duidelijk goed nagedacht over welke verhalen van de Tweede Wereldoorlog nog niet zijn verteld. En gebruikt flashbacks van een stel bij elkaar geraapte misfits om die in beeld te brengen. Dat maakt het verhaal wat persoonlijker, waarbij serieuzere thema's niet uit de weg worden gegaan. Het feit dat Arthur Kingsley zwart is en Pelina Petrova een vrouw is onderdeel van de game zonder dat het verhaal alleen daarover gaat. Ook krijg je de slag om El Alamein te zien vanuit een Australisch oogpunt en laat de spannende missie Operation Tonga zien wat er in de nacht voor D-Day gebeurde. Maar aan de andere kant is het soms alsof Zack Snyder de campagne heeft geregisseerd, want de overdreven scènes en de tenenkrommende one-liners vliegen om je oren. I'm saying. The ones in charge of the secrets are the most dangerous. Yeah, that's why we brought the guns. To shoot them. Waar andere campagnes zich nog richten op de horror en de heldhaftigheid van de Tweede Wereldoorlog, gaat het hier om een complottheorie binnen de nazi's en is de toon soms veel te luchtig voor de situatie. Ondanks een redelijk aantal stealth-missies zal geen moment je echt bijblijven. Het mag trouwens wel gezegd worden dat Vanguard er goed uitziet. Met prachtig licht, realistisch vuur en lekker veel destructie. Daarbij hoor je soms ook duidelijk dat de soundtrack is gecomponeerd door Bear McCreary, die we natuurlijk kennen van God of War. Maar de multiplayer is duidelijk waar je Call of Duty dit jaar voor haalt, want die speelt als een trein. Het is alsof Sledgehammer de feel van Modern Warfare uit 2019 heeft gecombineerd met de bewegingsvrijheid uit Black Ops, waardoor alles soepel en vooral snel aanvoelt. Echt nieuw dit jaar zijn de destructieve maps, waarbij je bepaalde stukken helemaal aan flarden kunt schieten. Houten muren, deuren of andere obstakels vallen op indrukwekkende manier uit elkaar als je erop schiet of er een granaat naast ontploft. Soms levert dat situaties op die we niet eerder zagen in Call of Duty. Zoals wanneer je lekker bij de vlag zit te campen en opeens je dekking aan stukjes wordt geknald. Of kijkgaten waarbij je stiekem anderen onder vuur kunt nemen. Destructie zoals in een Battlefield game levert Vanguard natuurlijk niet en de vraag is of je dat überhaupt wel moet willen. Het ziet er vooral vet uit en het zorgt voor extra chaos op de relatief kleine maps. Over maps gesproken, Sledgehammer heeft er dit jaar maar liefst 20 uitgepoept, waarvan er een groot deel ook nog eens leuk is om op te spelen. Denk aan Desert Siege, Das House en Hotel Royale, er is meer dan genoeg om tot de volgende update mee zoet te zijn. Omdat de game speelt als een hyperactieve kleuter op Sinterklaasavond, loopt de chaos van Vanguard soms wel een beetje uit de hand. Go, 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 go! Go, go! Bring in! Man, I'm shot! I'm in! Maar dit jaar kun je ook instellen hoeveel spelers je op de map wilt. Tactical voor minder spelers en een wat lager tempo, Assault voor een gemiddelde snelheid en Blitz voor totale waanzin met de meeste spelers. En doe jezelf een lol en zet die laatste gewoon uit, tenzij je er echt zin in hebt natuurlijk. Verder is de multiplayer van Vanguard gewoon een aangepaste versie van de Modern Warfare multiplayer, met alle toeters en bellen die we al kennen, maar nu kun je ook bewegen tijdens het mounten, blindfiren, keert Gunsmith terug en kun je gewoon weer cross-platform knallen met je vrienden. De Champion Hill modus, een soort mix van Battle Royale en Gunfight, is geinig, maar niet leuk genoeg om uren te blijven spelen. Voor de zombie-modus kwam Treyarch helpen, de ontwikkelaar van Black Ops. In Der Anfang, zoals de zombie-modus heet, worden de klassieke round-based zombie-maps gecombineerd met de nieuwe varianten waarin je objectives voltooit. Vanuit Stalingrad duik je constant in het portaal om daar zombies te killen en vervolgens weer terug te keren en alle bekende upgrades uit te voeren, terwijl de stad zich verder uitbreidt. Nieuw in de zombie-modus is The Altar of Covenants. Een upgrade systeem dat erg doet denken aan de game Hades. Na elke ronde krijg je de kans om een van de 3 random abilities te kiezen. Zo kun je je beeld aanpassen op je wapens en gadgets. Vind je bijvoorbeeld een sterk mes, dan kies je deze ronde gewoon voor de melee boost. De Flovendeer aanvang is daarom heerlijk.
Je zit binnen een mum van tijd in de actie en hebt daarna daadwerkelijk even de tijd om te upgraden en Stalingrad verder te verkennen. Helaas heb je dat wel snel gezien. Er zijn maar 3 verschillende soorten zombies, 3 verschillende missies en maar een handjevol omgevingen waar je naartoe teleporteert. En dat is best zonde, want met wat extra content wordt de aanvang misschien wel een van onze favoriete zombie-ervaringen. Dus is Vanguard een goede Call of Duty? In ieder geval wel als je van een goede, complete multiplayer-modus houdt. Aan de campagne en de zombies kun je ook nog een hele hoop lol beleven, maar die vallen uiteindelijk toch een beetje tegen. De keuze is zoals altijd weer gewoon aan jou. Vanguard biedt genoeg leuks om voorlopig even bezig te zijn, maar je kunt dit jaar ook prima overslaan. En daarom krijgt Vanguard van ons een 70. Vond je dit een leuke video? Geef ons dan een duimpje en een suppie en dan zie ik je de volgende keer gewoon weer.